It doesn't smell any darkness. Check de plek. Ja, maar Anne, waar kun jij Leiden van? Leidt ontzettend. 3 oktober, mega groot feest hier in Leiden. Lijkt een beetje op Koningsdag. Jij, over koningen gesproken. Ja, die koning Kratje van ons. Sorry, Willem-Alexander. Mijn naam is Willy. Zeg maar Willy. Zeg Willy. Heeft hij ook nog gestudeerd? Hoorcollegezaal, we gaan studenten interviewen en natuurlijk de wekelijkse snacktest. Hey Anne, wat ga jij doen? Ik ga hier het studentenleven induiken. We hebben een koorhuis. We gaan naar Augustinus. Dat gezegd hebbende wens ik jullie allemaal enorm veel plezier met het kijken naar deze nieuwe aflevering van Check de Plek. Zou dit hij goed volgen? Veel plezier. Hey mam. Minerva is het koor van Leiden. Kan jij er iets meer over vertellen? Nou, het koor is eigenlijk de grootste vereniging van Leiden hier. En dit huis is alleen maar gericht op meisjes van Minerva. Dus je moet hier ook hospiteren om hier binnen te komen. What the fuck? What the fuck? Hospiteren. Je woont hier ongeveer 5 tot 6 jaar. In Leiden noem je de woonkamer de fusie, dus het is eigenlijk de gezamenlijke ruimte. Nou, hier zitten we s'avonds een beetje films te kijken en als we wrak zijn na een feestje liggen hier eigenlijk met z'n allen gewoon op de bank een beetje te chillen. Want jullie wonen met 17 meisjes. Ja. En jullie kunnen alle 17 kunnen jullie in deze area, want jullie hebben een gigantisch huis. Ja. Maar in vergelijking met jullie huis is deze fusie best wel klein. Ja. Hoe zit dat over het algemeen hier in Leiden? Zijn er de meeste studenten lid? Ja, dat is heel verschillend. De meeste studenten zijn wel lid in Leiden, maar er zijn meerdere verenigingen natuurlijk. Wel Minerva, Augustinus en Quintus. En daarnaast heb je ook nog Catena, SSR en je hebt ook nog de roeivereniging Njord. Ja, dat zijn eigenlijk wel de grootste. Oké. En jij zit dus bij Minerva. Vertel eens even, want je zit in een jaarclub. Ja. What the fuck? What the fuck? Jaarclub. Vaak zijn de borrelavonden, zeg maar per week? Maandag, woensdag en vrijdag. Isabella, ja. Heel erg bedankt voor de tijd. We zijn in Leiden. En Leiden staat bekend om recht. Studeren met recht, eigenlijk alles met recht. En momenteel loop ik door de fietsentuin van de Universiteit van Leiden. Het domein recht. En wij gaan vandaag hier binnen kijken. En Bo aan tafel. Koen, wat studeer jij hier? Ik studeer rechten. Ik ga nu de Master Ondernemingsrecht. Master Ondernemingsrecht, ja. Kijk eens aan. Ja. Bo, even kort. Ik studeer ook rechten, zit nog in mijn bachelor, ook 5 jaar. Dag, ik ben Emma. Hey Emma. En Emma, wat studeer jij? Ik studeer rechten. Hier op deze locatie? Ja, in Leiden. En waarom ben je hier nou gaan studeren? Waarom zijn jullie nou hier gaan studeren? Ja, de eerste keer dat ik hier kwam, gelijk met de open dag, onmiddellijk verliefd op de Leidse grachten. En Bo, ook de Leidse gracht? Ja, meer, toch wel echt gekozen voor de stad Leiden zelf. Ik vind het gewoon een hartstikke leuke stad om te studeren. Rechten staat er goed aangeschreven. Het is gewoon de ultieme studentenstad voor mij.
ik kom oorspronkelijk uit Utrecht. En toen ben ik gaan twijfelen tussen Amsterdam en Leiden. Toen dacht ik, nou, Amsterdam, dat kan altijd nog. Dus toen heb ik maar gewoon voor Leiden gekozen. Denken jullie door hier af te studeren een betere baan in de toekomst te krijgen? Niet per se. Je krijgt vooral een betere baan in de toekomst door wat je naast je rechtenstudie doet. Als je in Leiden studeert en er niks naast doet, heb je alsnog veel minder kans dan als je in Amsterdam of in welke andere stad ook studeert en je doet er een bestuursjaar naast en nog een paar stages. Wat is nou echt een no-go hier in Leiden of in deze locatie? Nou, gezegd, ik eet hier nooit, maar weet ik wel dat mijn huisgenootje kocht dan altijd een broodje filet americain. Dat kostte 4 euro, dat vond ik echt belachelijk. Heren, dankjewel. Ciao. Yes. Dankjewel, Emma. Yes. Thanks voor het meewerken. De Universiteit van Leiden, oftewel domeinrecht. Deze mensen plassen ook, oftewel tijd voor de wc. Oké. Nou, er komt net geen warm water uit de kraan. Dat heb ik op zich wel verwacht van de Leidse Universiteit. Maar het ziet er schoon uit. Netjes. Leiden, jullie kunnen goed plassen. De reden waarom wij niet bij Minerva naar binnen kunnen helaas, is omdat je heel veel bij heel veel corpora mag je ook niet binnenfilmen. Daar moet je dus eigenlijk zelf naar kijken. Dus als scholier kan je ook naar open... Wat zijn het? Feesten. Open feesten van de studentenverenigingen, zo ook Minerva. En dan maar beslissen of je lid gaat worden, ja of nee. Wij staan hier voor Augustinus, wederom een studentenvereniging in Leiden. Laten we een kijkje gaan nemen. Dit is Steven. Hoi Steven, jij bent lid bij Augustinus. Klopt. Hoeveelste jaars ben jij? Ik ben tweedejaars. Jij bent tweedejaars. Ja, als je lid wordt bij Augustinus, dan de eerste 8 weken ongeveer is de cordiaal vormingsperiode. En bij ons heet een jaarclub heet een cordiaal. Oké, dus jullie hebben dan het cordiaal, zeg maar. Maar hebben jullie ook nog disputen waar je bij aan kunt sluiten? What the fuck? What the fuck? Dispuut. Op de Universiteit van Leiden heb je een gigantische bibliotheek en ze zijn daar echt muisstil. Ja jongens, hier kan je echt goed studeren. Oftewel, niet praten, niet eten en drinken, maar even die rechten erin rammen. Tobias, ik dacht dat ik eenmalig was. Alsjeblieft, joh, hè. Alsjeblieft. De wekelijkse snacktest. Dus even serieus nu, want de wekelijkse snacktest. Het is een mooi kleurtje. Qua kleur ziet hij er goed uit. Hij voelt ook goed knapperig, maar goed. Het gaat natuurlijk om de smaak van de kroket. Oh. Dit is lekker. Dit is een goede Leidse kroket dit. Het is 7,5. Ja, dit is lekker. Ik neem nog een hapje. Ik sta hier dus nu voor de collegezaal in de Leidse Universiteit. En los dat Leiden bekend staat om recht, hebben ze ook de oudste universiteit van Nederland, namelijk de Sterrenwacht. Ze geven ook wiskunde, geneeskunde en natuurwetenschappen. En wij gaan jou de collegezaal laten zien. En ga jij studeren in Leiden, kom je misschien wel in deze bankjes terecht. Los van dat Leiden een hele mooie universiteit heeft, heeft Leiden ook een heel mooi centrum. En die gaan wij nu voor jullie checken. Wij staan hier voor de Annies. De Annies heeft het grootste terras van Leiden. In de zomer is het ontzettend gezellig. Je zit hier met je vrienden en vriendinnen biertjes te drinken, wijntjes te drinken. Daarbij kun je er ook heel erg lekker eten. En in de winter hebben ze een soort winterlodge met allemaal ontzettend gezellige kleden. Heel warm, lekkere banken. Zeker een aanrader.
uit. Grondig onderzoek is gebleken dat Leidenaren de beste seks hebben. Nee. Ja. Ik ga je bewijzen dat Amsterdammers de beste seks hebben. Kom schat, we pakken een hotel. De regie komt met een heel leuk idee om een kusjeswedstrijd te doen. Oftewel, hoe liefdevol is Leiden? Wie kan de meeste kusjes fixen in 5 minuten? 5 minuten, maar dat ben ik. Ja? Ja. Oké. Iedereen! Ho, dit wordt helemaal in druk gezet. Hey, we moeten een beetje jonge jongens krijgen. Oh, iedereen! Hey. Anne-Sophie denkt natuurlijk dat ze gaat winnen nu. Dat is heel lief. Ik doe rustig aan. Ik bereid me even voor. Kauw op in mijn mond. Haartjes even goed. Let jij zo. Oké, ze is nu een prooi aan het zoeken. Hey, nee, ik vind het een beetje eng. Gewoon doen. Ja, ren je mee? Ja, dames! Ik ben veranderd! Toch, dat doe ik er eentje. Zijn mijn kusjes maar ook echt heel leuk? Ja, echt? Oh. Ja, ik doe een kusjeswedstrijd. Mag ik een kusje voor jou? Ah, 3! Dankjewel. Ja, hoor. Ja, dankjewel. Oh, dankjewel. 5! Oh, 6! Dankjewel! 7! En dan niet bij de jongen. Oh, niet bij de Yes, dankjewel! Dankjewel. Lieve mensen allemaal! Ja echt, oh, love you! Love you! Love you! 21, 22, 23. Kusjes zijn zo makkelijk, knuffels tellen namelijk ook. Bij een kusjeswedstrijd, hoe liefdevol is Leiden? Sorry, nog een kusje voor jou. Ik heb haast. Je hebt het. Ze had herpes. Nee. Jezus, ik stop met rennen. Ik ben klaar! Klaar! Bastiaan! Kijk even in de kamer nog. Klaar. Hoeveel heb je er? Ja, schat, dat heb ik toch niet geteld? Dus? Oh, hoeveel heb je er? Nou, vertel jij maar eerst. Ik heb niet geteld. Nee? Wat is dit nou weer? Nee. Hoeveel? Ja, wij zijn er wel. Ah, ik heb er 26. Cheers! Leiden is een hele liefdevolle stad. Het is vandaag min 8 graden. Door alle kusjes en door alle liefde ben ik gewoon opgewarmd. Nee, heb je er nog één? Ik heb gewonnen. Dank jullie wel. Goed, in elke studentenstad is één ding heel belangrijk: de bierprijs in Leiden. Voor een biertje betaal je hier gemiddeld 2,50, oftewel proost! 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 Cheers! Zoals je ziet wordt het al een beetje donker en koud, oftewel tijd om naar binnen te gaan. Nou, heb ik net een telefoontje gekregen van een hele goede vriend van mij hier, Wessel. Die heeft een studentenhuis hier en hij heeft ons uitgenodigd om een biertje te komen drinken. Dus ik zeg, ik neem jullie mee naar een studentenhuis om even lekker op te warmen. En als je dan naar een studentenhuis gaat, dan kan je natuurlijk niet met lege handen aankomen. Dan neem je even bier mee. Een hele wijze tip, kinders. Hou deze in je achterhoofd. Nou, we zijn dus in het studentenhuis van Wessel beland. Die woont hier met een paar maten. Wessel, dankjewel dat we even langs mochten komen. Tuurlijk. Nou, ik denk allereerst even proosten. Cheers, man. Goed, man. Ja, het is ook geen 3 oktober, het is 3 oktober. Dat is belangrijk, inderdaad. Kijk. Dat is mooi. Dat is gewoon, 3 oktober is de koninginnedag van Leiden en heel stad en land reist af. En de hele stad is één grote markt, kermis, feest. Heel veel bier en voornamelijk hele foute, laatstalige, wartzalige liedjes. Oh, heerlijk accent. Ja. Dus natuurlijk, kijk, studenten hebben een beetje weinig geld. Jij leeft Bourgondisch, dat weet ik. Dus voor 10 euro uit eten in Leiden, kan dat? Voor 10 euro uit eten ga je naar de Effe. De Effe is een soort van biologische burger/dagschotelzaak. Ja, waar je voor best wel goedkoop een hapje kan krijgen. Ja, of je daar gewoon nog 12 minuten. Ja, dat is wel waar. Dus, de prijzen, dat is natuurlijk wel belangrijk als student. Als je een drankje neemt, bijvoorbeeld een cola, dan heb je 2,25 kwijt. Plus de daghap van 8 euro, kom je op 10,25 euro uit. Wat een prima deal is voor een lekker avondje eten. Als jij 15 euro meeneemt, kan je heerlijk uit eten hier. Met een extra drankje, misschien dan een wijntje. En nogmaals, het is allemaal biologisch en duurzaam. Ja, veel goed maken. Goed. Ze gaan een leid burgertje hoor.
En Wessel, wij gaan natuurlijk na het eten gaan we even vet bier zuipen. Ja. Dat hoort ook bij studentenleven. Zo man. Leuke barretjes, waar ben je moeten? Ja, je hebt natuurlijk allemaal barretjes die een soort van gelinkt zijn aan studentenverenigingen. Maar als je naar de L van Hoogland gaat, naast de Hooglandse kerk, ja? Daar is alles gemixt. Dat is altijd gezellig. En als je vanavond komt, ja? Eerste glaadje van mij. Zo, dan gaan wij vanavond eens even goed biertje drinken daar. En zoals eigenlijk al een gewoonte wordt bij ons, is dat we afsluiten in de kroeg. Oftewel, einde van de dag. We hebben natuurlijk veel dingen onderzocht, zoals de universiteit. We hebben studenten ondervraagd, is Leiden nou wel de studentenstad waar je moet zijn? En heel veel zeiden, stop, je hoeft niet verder te zoeken, want dat is Leiden. Maar dat mag je zelf bepalen. Wij hebben proberen zoveel mogelijk te laten zien van Leiden en het studentenleven. Waaronder een lekkere afsluiting met een goed biertje. Ik zie jullie volgende week weer. Bastiaan uit. Heren, proost! Close. Yeah.